Aflevering 27 en opnieuw geen Evert Winkelmans. Maar om hem te vervangen hebben we vandaag 182 caps voor de Rode Duivels in de studio. Welkom Toby Alderwijld en Wesley Song. Hoi! Hey. Hey. Bekend dat mensen van ook moeten opzoeken. Dus ja, die komt er eigenlijk vanavond want... want er Meneer Dat weet is. Hey, die ken ik. Dat klopt niet meer. dat klopt niet. Oh, we zijn de Prinzer, 140. Dat kan ik zeggen, dat is bij. Evert. Karel, ik mag u natuurlijk niet vergeten. Welkom. Dank u. Jij vervangt Evert. Ja. Grote schoenen. Heel grote schoenen. Ik vind het ook heel erg vereverd dat er eindelijk een rode duivel is en dat hij dan net ziek is. Uh. <laughs> dat is hem gewoon. Uh. Bij de aflevering heb Kevin inderdaad wel ze er ook niet. <laughs> <laughs> ik stel me wel een beetje vragen bij zijn fysieke voorbereiding natuurlijk. Hè. Uh, als hij hem op het einde uitvalt, dat wil zeggen dat hij hem toch niet genoeg getraind heeft voor 32 afleveringen te vullen? 29. 29, ah. oké okay, ja. Voilà. Deze uh, veel ik heb drie vragen om te testen of jij wel klaar bent om even te vervangen. Voetbalvragen. Ah, oh. Oké. Okay. Uh, noem de vijf rode duivels met de meeste caps. Uh, Jan Vertonge, Axel Witsel, Toby Alderweireld, Eden Hazard en... Oeh, Lukaku. Oeh. Oeh. Dries Mertens ja. was de vijfde. Ah. Als je gisteren gekeken had naar het uh, mid, mid mondial had je het geweten. Ik keur het wel goed. Vier van de vijf, dat is genoeg. Okay. Wie staat er op dit moment eerste op de FIFA-ranking? Uh, de Brazilianen. Juist. En in welk jaar werd Germinal Ekere opgericht? We er tien jaar naast zitten. Germinal Ekere? Ik weet wel in, het ja in welk jaar dat ze failliet zijn gegaan. Alé, oh. dat is... oh, yeah. Oh, yeah. Uh, wow. uh, 1932. 1920. Twaalf jaar daarnaast. Net niet goed genoeg. Oké, okay, we, we gaan het toch met die moeten doen, want. Zal ik dan niet meer huis gaan? We gaan geen vervanging meer. Tobi, welkom. Dank je. Hoe gaat het? Goed. Ja, de teleurstelling volledig weg? God, is al pas, uh, zal pas een tijd duren en hopelijk is het WK heel snel voorbij. Want uh, elke. elke uh... Zondag. Ja, inderdaad. Ik uh, kom natuurlijk heel veel nog mee geconfronteerd, maar mijn hoofd zit al bij dinsdag aan het daar natuurlijk. Dus je hebt het WK niet meer gevolgd gewoon? Nee, nee. Dat is. Ja, niet om te doen, maar het doet gewoon te veel pijn. Als je ziet dat je daar ook kon staan. dan kan ik niet rustig met een uh, cola rustig die wedstrijd zien. Dat, dat is moeilijk. Ja. Was het erger dat Marokko en Kroatië zover doorstoten, of niet? Um, goh, erger. Je kunt er toch niets van veranderen. Langs de andere kant laat het wel zien dat die groep niet zo heel slecht was. Uh, maar het geeft ook wel aan van dat wij ook al kunnen zijn. Dus heel veel als en wat. En, dus maar ja, dat is. Vijf uh, en Ja. Wat heb je allemaal gedaan om vergeet Plopsaland. Ja? <laughs> fantastisch, ja, fantastisch op een dag dat eigenlijk niemand kan, dus het is eigenlijk geen volk. En je kunt elke attractie met mijn kinderen kom ik, uh, kom ik doen zonder aan te schuiven. Ik Heb die wel het verkeerde voorbeeld gegeven? Want nu verwachten die als die naar Plopsaland gaan dat het, is, <laughs> dat het dan al zo is. Ik je niet een uur aan aanschuiven voor een. Nee, nee, nee dat, was gewoon, dat was op een woensdag en een donderdag. Maar ja, mijn kinderen die gaan nog naar de eerste en tweede kleuterklas, dus die ah, ja. konden nog van school blijven en, uh, heb de rest was er niemand. Ze zijn ze in die glijbaan geweest waar de vloer wegzakte? Nee, nee, huh? ik niet geweest. Dat kan ze je Ja, inderdaad. Ik heb wel het hotel gedaan. Ik heb precies de reclame aan het maken, maar dat was, dat was fantastisch. K3-kamer en al, dus, <laughs> Ja, dat echt... De volgende keer is afgehuurd. Wesley, kun jij ongestoord rondlopen in Plopsa? Ik ging er eigenlijk uh, zelden naartoe. <laughs> Wie? Te oud, <laughs> Ik denk dat wij daar nog een abonnement gehad hebben, omdat wij ook drie kinderen hebben. Uh, van verschillende leeftijden uh, hebben wij... Eens... Mijn vrouw heeft daar eens een abonnement gepakt voor een jaar, denk ik. Okay. Of zo, een Jij Dat ging ik nooit meer. Ik, uh, ik ben één keer mee geweest. Nieuw ding. Maar, uh, ik voetbal dan ook nog. Uh, om een hele dag daar rond te slenteren, vind ik... Uh, dat was er ook niet, nog niet wat er nu is. Hè. Uh, nog het zwembad niet, het hotel niet. Uh, ja, mijn kinderen zijn ook al. Niet zo, niet zo, jong niet meer, hè? Ja, uh, dat klopt. Dus ja, een soort daar rondlopen, ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, je hebt vier interlands samen met Toby gespeeld. Ja, maar wist ik eigenlijk niet meer. Nee, voilà. alle vier verloren. Ik weet hem wel. <laughs> ik weet hem wel dat de eerste keer dat hij binnenkwam, dat weet ik wel nog. Ja? Ja. In het kasteel in. Uh, uh. Ja, dat weet ik. En wel. En wat dacht je dan? Mooi en atleet. Oké. Okay je was wel streng voor de jongeren toen, daar herinner ik me wel nog. Ja, ik, uh, ik ga nooit vergeten wat uh, Flip Joos en, en ik hebben ooit een, een interview na. Wacht, ik moet even nadenken? Italië 2007. Italië was wereldkampioen en we verliezen daar 3-1 in de gietende regen in Fiorentina, denk ik. Dat kan. Ja, uh, dat weet ik eigenlijk zeker. <laughs> Dan is het zo. <laughs> uh, maar welk jaar jaartal, weken, ik dacht dat 2007 was. Ja, dat kan. Um, en toen waren er al een paar jongens bij waar ik van dacht van wauw, die kunnen echt heel goed shotten. Maar het heeft tot 2012 geduurd tot dat company gezegd heeft van uh, dat kan niet meer, hè. zoveel toernooien missen. Maar ik had dat al jaren daarvoor gezien. Maar ze luisterden niet dan? Maar ja, ik heb een geen impact. Hè, Sam. Dat toen? Om niks. Was dat hoor. niet als jij begonnen met de jawel. Duivels, dat Westen, Was dat ja, maar ik vond wij wel. niet wat je hier ziet, we wel. Op een juiste manier dat overbrengen. Niet van, hij heeft al toen ja, veel bereikt in zijn carrière. Ik ben nu de man. En ik voelde wel een soort van, hoe, uh, respect, maar je kon wel jezelf zijn. En dat is wel heel belangrijk. Ik, kon ook echt, ik heb ook meegemaakt dat echt hakken en, uh, en op al die jongere gasten. En dan, ja, dan is het moeilijk om je daar uh, uh, goed te voelen. en Daar was best wel echt al heel goed in. Het was gewoon een lastige man die je nu zo Nee, nee, inderdaad. Ja, inderdaad. Of er een slechte pas. Allee, en, uh, geen kwaliteit. En dit en, uh. Dus uh, dat was wist niet. Uh. Hoe was die dan in de kleedkamer? Want Ik kan me voorstellen dat hij wel druk is. Ja, dat was echt wel lachen. Want ze kunnen goed uh, in de krant plaatsen en zo. Dat, we aan, ja, dat wij denk ik. We hele korte... Met Jan, heel Ja, dat ja, was, ja, was gewoon lachen. Dat was echt grap. Ja, lachen. Dat, is wel, dat is wel goed dat je, dat je als jonge gast eraan komt en dat je mee kunt lachen. En, en dan voelt je wel snel part uh, of die groep, zou ik zeggen. Oké, okay, top. Uh, welkom ook, Saatcho Den. Yo, dat is goed. Nee, Saatcho Bob. <laughs> Eindelijk heeft iemand de verwijzing door. En ja, natuurlijk. Heel goed. Eh, ik, ik kan zo lachen als Krusty de Clown. Dus. Wacht, hoe heet <laughs> dat? aan Is waar, hè. Dat was toch Krusty de Clown? Heel ja, absoluut. Heel goed. gedaan. Dat is heel goed, dat is mooi. Uh, Heb je al iets voor ons? Ik wil eerst al zeggen dat ik blij ben dat Wesley een t-shirt van Michael Jordan. Eindelijk heeft. iemand iets ziet. Absoluut. Uh, Eran zat hier ook trouwens in een uh, trui van Jordan. Dus ja, Evert, die kakt altijd een beetje op basketters. Maar uh, Evert, als je kijkt thuis, er zijn dus voetballers die van basket houden. Veel groot, zelfs. De grootste sportman ooit, hè, Dennis. Voilà, absoluut. Um, en jullie hebben niet alleen samen bij de Rode Duivels gespeeld, trouwens. Jij en Tobi, jullie hebben ook bij dezelfde club gezeten. Bij de mooiste club die België ooit gehad heeft. Bij Germaal Germinal Ekere, dus. Hè. Kijk, hier Wesley bij Germinal Ekere. Eh, en Tobi, een ex-ploegmaat van jou, heeft hier al drie keer gezeten in dit programma. Hij heeft geen idee wie, denk ik. Staan. Hij staat hier bij jou op de foto. Ja, 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 ja ik weet wie. Wacht, ik ben, Allee, al ben zoeken wat super Toby. slecht die namen, maar ik weet wie. Tobi is de tweede van linksboven. Ja, Tobi is de tweede van linksboven. Die we zoeken is een doelman, Ja, de keeper inderdaad. Philip Krols. Ah, de Krols? Ja, ja even samen die de ploeg. Ja. Goede. Dit is van het jaar 97-98, deze volgende. Hebben we ook daar rapport van, Tobi? heb ik hier niet bij staan. Ik ga het zoeken dat ik het zo meteen kan laten zien. Maar je hebt dat jaar geen enkele training gemist, Tobi. Voilà. Ja, is, uh... Chapeau aan, aan ons moeder. <lacht> <lacht> on de, ta de taxichauffeurs. <laughs> Tobi, je hebt gisteren een persconferentie gegeven? Nee, nee, nee. Even... ik heb geen persconferentie gegeven. Het leek op een was... persconferentie. Ja, voilà, er was heel veel aanvraag. En Antwerp heeft toen. Een persmoment ingelast, maar het was niet dat ik uh, dacht: van zal ik de, de pers maar eens te woord staan? Nee, nee, nee. <laughs> het is andersom gegaan: van okay. laten we ze bundelen en dan, en dan was het dan ja, zo'n moment. Maar even... Je hebt daar alleszins gezegd: ik stop nog niet met de rode duivels. Heb je daar überhaupt dan over nagedacht om dat wel te doen? Uh, ja, nee, het was. Het was... Meteen na, na um, de uitschakeling ja, gaat er veel door je hoofd. Uh, dat is gewoon zo, teleurstelling. Uh, dat is ook wel wat gebeurd, ook veel uh, geschreven daarvoor. Dus je vraagt je eigen wel af van hoe uh, wil ik dit nog? Hè? Um, maar dat gaat eigenlijk heel snel. Um, liefde voor je land, dat je dat zo trots bent om voor je land te mogen spelen. Uh, wie ben ik om te zeggen van ja, nee, dan stop ik ermee. Nee, ik voel mij te trots om, om te stoppen. En, en, ik vind ook dat je de tijd nodig hebt na een WK eerst teleurstelling, ook om eerst de ploeg, dat is altijd nummer één. Daarnaast gaat je, je eigen prestatie um, analyseren en um, dan merk je van ook als ik als ik dit nog kan brengen, kan ik dit nog binnen een anderhalf jaar brengen op het EK. Uh, voor mijn gevoel van wel. Dan, dan blijf ik doorgaan en dan kan ik een meerwaarde zijn. We hebben hier een paar afleveringen geleden de ploeg van het EK en WK zo voorspeld. voorspeld. Het EK-team stond Toby gewoon er nog in. Dat was ook een van de betere duivels toch op het WK. Ik vond dat wel, ja. ja ik vind het een goede zaak dat hij blijft. Ik, vond echt... ik heb hem live zien spelen tegen Kroatië. En daarvoor ook. Ja, ik denk niet dat Antobie Alderwereld lag, dat we, dat we eruit lagen. Ik, ik vind nog altijd, en dat zeg ik nu niet omdat hij hier zit en twee keer zo breed is als ik en hij <laughs> met elkaar zou kunnen slagen en iets anders zou <laughs> zeggen. Maar dat is gewoon. Ik vind dat wel, sinds hij zo centraal in die verdediging staat, dat is wel zo de, de, de defensieleider geworden, vind ik van de Roede Duivels. Het begonnen, de match tegen Oranje precies. Ja. Denk, dan stond ik plot centrale, dan was het zo dat. De... Ja, met tegen Kroatië speelde ik eigenlijk gewoon samen met Jan. Ja, ik gewoon met vier. vier. Dat is, uh, goede analyse, gemakkelijk. <laughs> nee, da daar hebben ze het moeilijk mee, de mensen zo. drie of vier achteraan, dat is moeilijk. Eh, ik heb trouwens de aanwezigheidslijst gevonden van dat jaar, ik moest hem even opzoeken. Van het seizoen 1997 1998, zo mooi zag het eruit, de trainingen in het park Hof de Bist en ook op voetbalcomplex Rosemai. Huh? Op de Rosemai? Training ja. op de Rosemaai. Nee, Mij noemden dat de Rosemai omdat er al mega veel wind was. Ja, het, op op, ja. op, op, op ja, is vlakte. open, open kwakte. jong. Echt? Ja. Dus, ja, allee, dat, ik wist dat niet. Dat ja, hij ja, leeft wat bij. Ik dacht, hij, ja, oké. Okay. Ja, wanneer voelt je dat tijd is om te stoppen als international? Zeg jij zelf ooit gestopt? Nee, ik ben nog niet gestopt. <laughs> hij is toch op te nee, rijden? Nee, maar. Ik, ik, -coach? ik weet dat uh, Romelu zijn eerste uh, of tweede Interland uh, meedeed tegen Kroatië. Dat was mijn allerlaatste. Um, ik had dat toen niet verwacht, omdat ik toen nog maar ik moet even denken, 1 of 32 was. Fysiek nog top. Maar ja, je zag natuurlijk wel de kwaliteit van iemand als Rommelou, En ik moest dan de tweede helft op internationaal niveau op de 10 gaan spelen. Dan dacht ik: nee, dat is het. <laughs> uh, en dan ben ik niet meer opgeroepen, denk ik. Uh, was George Lekes nadien? Ja, ja oké. Okay. Dan ben ik niet meer opgeroepen. Oké. Okay. Uh, heeft u dat geraakt eigenlijk, dat jullie omschreven dat is een oude defensie? Ja. Er is veel om te doen. Ja, ja inderdaad. En, en ik vind commentaar vind ik echt niet erg. En als hij objectief is en als een slechte wedstrijd, dan moeten ze mij ook niet vertellen, want dat weet ik uh, als eerste. Maar soms ergert u wel eraan omdat het niet altijd terecht is. Maar, dat, maar ik, denk, ik vind ook wel dat wij voetballers moeten met kritiek kunnen omgaan, je moet niet, als er iets wordt gezegd meteen moeten reageren. Dat vind, ik ook wel, uh, vind ik ook wel niet. Maar dat er zo'n maanden iets wordt gecreëerd, een bepaalde perceptie, die is moeilijk om tegen te gaan uh, als het dan niet zo is. Dat, ja, dat ja. is ik had er niet uh, dat je vertongen, het er nog moeilijker mee had. Ik vond dat je bij hem zag dat je zo wat die speelde echt op een soort wraakverbetenheid van: Ik kan je laten zien dat ik het nog wel kan. Ja, maar ik ja, vond dat Jan ook uh, een van de betere. Uh, ja. nou, Italië is, van, is uh, vorig jaar Europees kampioen geworden met twee mannen achteraan die nog ouder waren dan hun twee. Ja. Dus nee, wat ja, is het probleem? Het was begonnen met artikelen in The Guardian, denk ik. Van Kevin, die zei: We kunnen niet ja, meer kampioen denk, worden, want we zijn te oud. Ik denk, Sam, dat er, um, ik heb dat ook al vaker gezegd, er, uh, tijdens EK's en WK's is de specialiteit om dingen te lanceren. Um, die misschien kunnen in een ploeg destabiliseren, eigenlijk. Uh, ik vind dat eigenlijk niet zo prettig. Ik, zou, ik heb dat gisteren voorgesteld. Ik zou, denk ik, uh, boetes incasseren zoals een en nooit niks zeggen. Laat okay. een buiten, buitenwereld maar speculeren en de pers maar schrijven. We hebben het in Japan net hetzelfde meegemaakt. We hebben een perstop gedaan. Ik was toen eigenlijk nog te jong. Ik snapte dat ook niet goed. Maar uiteindelijk, als je dat nu allemaal bekijkt, zou ik gewoon, maand niks zeggen. Maar ja, ik heb zoveel geld, zo geld niet als een papé, natuurlijk. Hè. Je zegt gewoon ik betaal een boete, ik zeg niks. is toch toffer, niet? Dan laten ze ja. dus je gerust en trein, dan gaan we naar het tellen. Je speelde ideaal. Zoveel moeten jullie toch niet praten met de pers? Er is toch een soort beurtrol op 2K? Nee, 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 dat nee, is ja, wel ja. verbeterd. Uh, nee, maar het is gewoon. de persconferentie en zij zelf opmerkingen. Uh, ja, ja, ja. ja. Maar, ja, ja inderdaad. inderdaad. Ik, ik Wordt vond... dat dan in groep niet over gesproken? Lijkt me toch straf? Ja, maar we weten ook wel dat. Uh, de vragen, sommige dingen kunnen gedraaid worden. Hey, als je een heel interview geeft um, en je zegt één ding en je legt het ernaar uit, maar dat wordt, dat wordt zo headline wordt het dag gedaan. Uh, dus dan, dan, dat is ook moeilijk en dat begrijpen wij ook wel. Uh, maar waar het gewoon niet, ja, natuurlijk doet het wel soms pijn om dat, dat er bepaalde dingen worden gezegd die wat wij dan vinden dat het dan niet zo is. Maar goed, uh, dan is het dan om te laten zien. Maar dat, uh, dat is niet dat je dan iets tegen Hazard zegt, eerder Hazar dan zegt. De vraag is, heeft hij een hazard dat zo bedoeld? Dat is de vraag. Nee, natuurlijk. Dat hij er lachering bedoelde, ik, maar ja. Ja, ja, maar. Jan heeft het toch zo niet opgenomen? Nee, het zorgde wel voor een soort spanning. Wie heeft was, die ik, spanning ja. gecreëerd? Ja, het is ja, alles sinds een spanning die we wel hebben nog nog nooit... Het was een hazard die daar dan op terugkwam en dan vertongen die prikten. Hoe we het ook draaien of keren, was, er is altijd kritiek of... journalisten, we hadden dit wel nog nooit meegemaakt van de Gouden Generatie, dat er precies iets leefde binnen de groep. Hadden we het toch nog nooit meegemaakt? En ook de pers is ook zo heel ruim om te omschrijven. Ik vind het altijd grappig als dat vanuit de sportwereld komt, niet alleen voetbal, maar ook wielrennen, basketbal, maakt niet uit. De pers, die zegt dat. één ja, niet... krant kan iets schrijven, maar de andere krant kan het tegenovergestelde schrijven. De ene analist is de andere niet. Dus dat ja, ja. Altijd... ik vind het altijd een beetje dubbel, die kritiek die daarop komt. Ik vond het altijd raar dat ze over die trage verdedigers hadden, want het op zich... Zoveel worden er niet afgelopen. Hè? Allee, zelfs al... nooit. Ja, nee, dat ja, Omdat, ja, je, maar omdat is, je niet. Is, omdat je maar je een een gang, dat is een bepaalde perceptie je wordt gecreëerd. En, en je doet ook zelf die al de juiste smeer. meter ja, tegen inderdaad. een aanvaller. als ja, dat is Ene keer heb ik uh, Ian gezien tijdens 2K, die er effectief afgelopen Dat was nu met Mbappé. <laughs> tegen Marokko op de zijkant. Dan wordt er afgelopen. Ja, ja. Maar de rest En, en Saïs. Die met een halve spierscheur aan het spelen was, die is er ook afgelopen. Ja, door Giroud, een van 36 jaar, die omschreven wordt als niet snel. Dat wordt er afgelopen, dat is door een uitzonderlijk talent, hè, Mbappé, of, uh, of door een blessure. Maar echt afgelopen worden. Ja. Maar het is wel opvallend wat jij zegt, inderdaad, Italië wordt vorig jaar Europees kampioen met een oude centrale defensie. We hebben het daar nooit over gehad. Ik wel. Ja, maar er wordt ook anders ja, gekeken, vind ik, vind ik persoonlijk, naar, naar... tegen Canada. We waren niet goed. Maar als je onze tweede helft ziet verdedigen, um, ja, dat is gewoon enorm goed. En als Italië dat zou doen, zou iedereen zeggen van ervaring, kwaliteit. Gezien, hey, moeilijke situatie, dat zijn Italianen. En bij ons is het ja, ja, was heel slecht, jongens. Ja, ja. <laughs> en de uh, kans dat we gewonnen hebben, dat is helemaal anders. Dus dat is ook niet erg. Alleen mensen die van, ja, ik kan niet zeggen dat niemand iets van voetbal kent, maar mensen die zelf voetbal hebben, die weten dat het soms ook niet gaat. Maar ja, dat, dat maar, niet alles aan snelheid ligt. maar Ronnie heeft de halve finale gehaald met één goal binnen te krijgen. Eén goal. Ja, ja uiteraard. Ja? Dus wat, wat moeten we dan goed Als wij doen? Als we één goal nog... tegen kregen, dan waren we ook door. Ja, nee, nee, maar wat moeten we dan doen? Goed verdedigen, hè. Ja, absoluut. Maar waren jullie zelf verbaasd dat zo moeizaam liep wel tegen Canada? Zeker de eerste helft dan? ja, Goh, ja, ja verbaasd. We wisten dat natuurlijk. Kijk, dat is, dat is helemaal anders. Nu komen voor de eerste keer na heel lange tijd op een WK. Heel veel passie vooruit. En, en wij proberen eruit te voetballen. En, uh, ik heb het ook hier vooral gezegd: als het als team zo druk zit, komt de ruimte in de, bij hun achter de linies. En ik vind soms dat we uh, te veel proberen te voetballen. Terwijl dat is super moeilijk, uh, als ze echt vol risico's nemen, ligt die bal erachter. En zie ook met de, met, met de doping die we maken, daar zijn we gevaarlijk. Uh, dus soms moeten we realistisch zijn. Maar we willen heel graag voetballen, We willen heel, heel graag tussen de linies spelen. En, maar soms, de is dat enorm moeilijk. Maar het, het risico soms is soms veel te groot voor het resultaat dat het kan brengen. En het heeft niks met durf te maken, met kwaliteit. Dat is gewoon. Dat is met slim zijn, is dat? Ik had toen de indruk tegen in Canada dat, dat dat lag niet aan de verdediging, dat lag dat werd toen overlopen op middenveld. Hè. Jullie kregen de ene bal, ja, maar dat, dat is bleef ook, maar komen. Maar dat dan is, dan is dat om moeilijk om op, op zo'n vraag soms een heel kort antwoord, maar dat is simpel, simpel denken. We maken geen doelpunten, dus het ligt voorin. Als wij geen goede opbouw doen, komt die bal dan niet. Verdedigend, ah, we hebben de nogal, maar dat is alleen de verdediging. Nee, als het team voor ons goed staat, verdedig, uh, middenveld goed druk zit, aanvallen dat is, uh, ook, dat helpt ons. Ze dus zijn echt in alles zijn een team. Uh, en, en daar de discussie met Kevin dan over? Na het doelpunt bij Martinez dat jij zei we moeten meer van Nee, het was eerder gewoon uh, um, positief zijn. Dat was toen werd er ook iets. Uh, dat van was wel ja, ja. ja, dat je Ja, het was positief. En toen een was het en toen het was het was moment was. van. Het was ook opvallend dat het net na een doelpunt was natuurlijk dat hij. Maar het is ook de eerste moment dat je kunt praten. Want ja, het ik, spel ik, gaat zo snel. Uh, ik, ja. ik weet dat de werking een beetje is, maar ik vroeg me af zou dat toch te maken kunnen hebben met het feit dat hij bij een ploeg speelt wat al. Dat... Dat is anders dan, dan bij uw ploeg, dan bij Antwerpen. En, dat is toch dag en nacht verschil qua mindset om een, om een wedstrijd te beginnen. Speelt dat nog mee dan op de, dat moment? Snap je wat ik bedoel? Nee. Dus de manier van voetballen bij City, <laughs> dat dat daarin ja. zit gebakken... Ja, tuurlijk, ...en dat, tuurlijk, maar, en dat maar, jij he? bij Die Antwerpen veel realistischer ja. moet voetballen. Wat jij zegt... Ja, maar, ja, vanaf, maar elke linie heeft soms zijn eigen gevoel. Ja. Ja, ik wij, wij krijg ja, de bal van Thibault, ik, ja. of Jan krijgt de bal van <laughs> Je probeert het spel te lezen en je ziet van, okay, waar ligt de oplossing ligt. Eerst keer lukt het niet. Okay, zo. Maar we zagen geen oplossing, maar gewoon één op één, ja, overal. Ja, ja, dus ja, iemand ingespeeld, vol. Iemand ingespeeld, vol. Dus dan ligt het niet, aan, niet alleen aan de, bal, aan de man aan de bal. Ja, is er beweging voor? Maken wij de juiste keuzes? Waar mag het risico zijn? En als je vol één op één gaat met centraal achterin, waren jullie dan niet zo heel snel daar? Ja, leg het af en toe daar. He? En dan zullen jullie ook misschien eens denken van... Oh, hoe eh, zowel wat kwetsbaar, iets terug te... en dan komen er juist meer 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 Wat, is dat wat ik bedoel? Nee. Maar dat is natuurlijk, city, dat is moeilijk. En ik snap time. ook wat je wat ik heb, ja. uh, zijn idee had of we... ja, ja, en er is gefrustreerd om ja, naar de bal komt en, hem ook niet, ja. Ja, en voilà. natuurlijk zijn er momenten dat we beter kunnen doen. Hè. Ik zeg niet dat we het verdedigend perfect hadden had gedaan, maar dat is gewoon ook een moment van uh, ja stress dat er is. We hebben letterlijk 35 minuten op u gekregen, op u gekregen. En dan komt dat er even uit, maar echt tijdens rust was dat, was dat 100 oké. Okay. En dat is ook echt zo. En, en heb je dan ooit gezegd van, zie je wel, ik had gelijk? Want door heel <laughs> lang een bal... Nee, nee. Gewoon nee, nog... nee, ja, nee, maar, nee, maar ik, vind dat, ik vind dat heel stom om, om, om dan te zeggen, kijk eens, helemaal niet. Ik bedoel, we waren allebei niet fout en allebei niet gelijk, snap je? Het is gewoon... iedereen heeft zijn, zijn visie dan. En dat is ook een stukje stress op een WK, op een, iets dat niet loopt. En dan krijg je dat. Dat is tien seconden. Want natuurlijk Kevin, ja. Kevin Zo, Voila, maar ja. Kevin Zo? Maar als ik dan do zou doorgaan, dan wordt het een probleem. Maar ik draai mijn eigen om en ik heb iets geroepen, hij heeft iets geroepen en we gaan weer verder en, en dingen van de dag toch? Maar daar is toch veel te veel hijssa rond geweest. Ja, wie doet dat? In elke ploegsport gebeurt dat gewoon. Wie doet dat? Dat is de pers en de supporters, absoluut. Ja, supporters is, ook, hè? He, de Voetbal analisten. is populair, is, dus er zijn ja, duizend op. In welke ploegsport je ook gespeeld hebt op welk niveau? Dat gebeurt toch zo vaak dat je wel ja. met iemand een is... moment hebt, ook al bij je beste vrienden. Dat is het toneel. Ja. Ik heb dat heel veel met mijn beste vrienden gedaan. op het veld. Ja, daarom? Heel veel. Dat betekent niks. hè? Helemaal niks, want we zien elkaar nog altijd. Dus. Voilà. Ik heb wel achteraf gedacht, had het niet beter geweest dat we tegen Canada niet waren gewonnen? Want je zag wel na het verlies tegen Marokko, vond ik. In Kroatië vond ik echt een heel goede wedstrijd. En dan was er een soort andere belevenis dat we dat ietsje vroeger hadden moeten doen. Dus je Gat, je die lachenbal. Nee, maar ja, maar ook al beginnen. Ik excuseer mij voor mijn ja, kwaliteit. Sorry, sorry. Zijn we niet een 80-meter-bal die zo goed was? Sorry. Dus nee, is domen, het, het is ja, schuld dat we uit het WK liggen. Je wint tegen moet excuses. Ja, ja. Ja, dat, ja. Nee, dat, nee, maar serieus, dat is niet beter. Want die Ovin tegen dat heeft wel veel. Uh, verbloemd, hè? Maar nee, nee, nee wij dachten niet dat ja. komt allemaal goed Nee, zeker niet. Uh, maar eigenlijk, tegen Marokko cre creëren ja, we heel. Zo, ja, we creëren heel weinig. Maar, we geven ook, niet, hè, maar Nee, we geven helemaal niks weg. Dus tot het Skort laatste gedeelte, stilstaande gedeelte stilstaande waren we waren goed. Nee, nee, hè? Dus dat was eigenlijk hetgeen. Ja. Ja. Denkt u dat dat tegendeelpunt op stilstaande fase heeft te maken had, dat zij die oude video-analyst van België binnen hadden? Als ze meer info hadden? Ik zal nu zeggen, wij hebben dat geanalyseerd. Ja, ja, maar ja. Kevin staat in de eerste zone, Axel staat bij een man of jij staat bij een man. En het moment dat een bal vertrekt hè, dat zijn duizend ideeën wat een trainer heeft uiteindelijk Sam, is het een persoon, een speler, een mens die daar een beslissing neemt. Hij stapt op dat moment één stap vooruit. En die spits die loopt net weg en Axel die heeft geen contact. En dat duurt een duizendste van een seconde voordat je dat moet beslissen. Ja, achteraf is het altijd gemakkelijk om te zeggen. Hè? Dat is waar. Dus hij pakt een beslissing, de andere pakt een beslissing. Kevin staat daar in die eerste zone waar wij van denken: van, moet daar misschien geen grote staan? Want dat zijn allemaal dingen achteraf. Ja, ja. Dat is wel gemakkelijk achteraf. En het kan ook gewoon zijn dat Marokko een hele goede vrije trap heeft gegeven. Hè? Dat is toch. Moet mm -hmm. ook daarna analyseren daarvoor... van. Zo had het kunnen opgelost ja. worden? Als er een bal in de winkel aangeschot, dan kun je het niet oplossen. Hè? En dat was hier. Het was ook een uh, zeldzaam foutje van Courtois. Nee, dat vind ik niet. Niet? Dat is heel ja, natuurlijk moeilijk. niet. Uh, ook dat het loopt... voor Kevin of voor mij of Axel moeilijk was. was voor Thibault. Ook ja, die heel bal valt daar, er loopt nog iemand voor u. Ja. Allee. Tuurlijk is dat geen fout. Maar qua vragen analyseren jullie dan die bal? Ja, natuurlijk wel. Maar we zijn echt tot de conclusie gekomen dat het heel lastig is. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, dat dat, dat kunnen niet. Dat niet. Op ja, nee, sommige denken <laughs> kijk, dat is het. Niet om iemand te fout of iemand te nee, nee. schuld te geven, maar de volgende keer gaan we het zo, zeker voor de volgende. Maar ik merk hmm. van dat, dat heel. Heel, ja, heel lastig een heel lastige soms, soms, ik zeg dat ook dikwijls. Hè. Bijvoorbeeld, ik vind dat belachelijk als je tegenwoordig een muur ziet dat er één achter liggen. Laat die twee buitenste. Of de, de, dus als je een muur zet van vier of vijf, dan de twee mannen die de paal maken, als die blijven staan, of die drie, hè, en er springen er twee, dan gaat die bal nooit onder je muur, daar in die hoek. Dus ik vind, je verliest al een man daardoor te leggen. Hè. Maar dat is allemaal achteraf. Snap je? Je verliest ergens een man je legt er één achter. Dat zijn allemaal van die dingen die je achteraf maar, dan dat je moet zeggen. Die je bal gaat in een andere winkel haak. Bijvoorbeeld de keeper zijn ook. Ja, dat moet we als treier eens zeggen. Ik heb bij Droid nog nooit gezien wie is bij ons de ligger. Hij is nog nooit dat is gebeurd. Nee, nee dat is, is dat niet afgesproken? Jawel, maar dat is altijd anders. Hangt er vanaf. Wie moet er van de tegenstander? Dat wordt dan voor de wedstrijd besloten. Nee, maar het zou toch kunnen dat dat is afgesproken? Maar ik, ik zeg u, ik zeg, daar is een oplossing voor. Maar ge zijn ja, ja. nog geen bondscoach. Ja, ik wou het juist zeggen, ja, wel, nog niet, ben, ben wel nog bondscoach. Nog ja. ja, maar ja, ik ben wel bondscoach. Ja, je, ik <tie> ben wel bondscoach. Dennis is het waar? Zoek eens op uw laatste twee twintig. 20. je het eerste deel positief eindigen? Tobi, je hebt de enigste assist gegeven. Dat is positief. Ja, we zijn er niks zijn, zijn, we, moeten zei, we zijn, zijn goed bezig. Ik denk dat we tijdens ja. het blokschrift gaan vertrekken. Vandaag is het uh, tijd voor de man met de top 2 na meeste caps van alle Belgen. 127 in totaal. Dit is een Wikipedia pagina, dat is een halve boek. Uh, geboren in Wilrijk, ik ook. Dat dus schept een band. Toby heeft altijd wel zo'n kapsel gehad dat als geen een voetballer was, zou ik het Margie noemen. Maar omdat een voetballer is, vind ik, ik vind wel het past wel. Een heel propere baard wel zie ik. Daar is aan gewerkt. Dat is een baard waar aan gewerkt is. Dat zie je. Zo gerold dat er meer haar groeit. Ja, zo de, de kinhaartjes mooi weggewerkt. Dat zo'n heb ik me gisteren aangeschaft. Is dat echt? Is dat iets waar je meer baard van kunt krijgen? Ja. Ik ben bijna 40 jaar en ik heb dus nog nooit hier baard groeien. Ik hey. heb nog nooit. Want ik koop bij ook zo'n baardroller Maar ik kan hem lenen of is dat vies? En dan, hoe lang heeft hij 9 jaar bij Ajax gezeten. Opgenomen in de selectie door Marco van Basten. In navolging van zijn ploeggenoot bij Jong Ajax Daily blind. En binnenkort zijn ploeggenoot bij Antwerp. <laughs> dat zou zomaar kunnen: Norwich, Bayern of Atletico. Ah, ja. Ik snap wat hij voor Atletico gekozen heeft. Atletico Madrid, waar hij met het nummer 12 speelde. Het nummer 12, ik vind dat altijd een zielig nummer als speler. <laughs> Waarom? Ik snap volledig wat je bedoelt. Ik vind dat het zieligste nummer misschien wel. Omdat ik vind dat het... dat voor de reserve rechtsbak bak is. Hij speelt bij Antwerpen, nummer 23, denk ik. Ik weet niet hebben. of het voor, uh, voor Michael Jordan is, maar als dat zo is, dan is het Channel Ekeren en Michael Jordan. Ja, dan We gaan jullie kussen straks, <laughs> als jij dat wil. Nee, dat als weet als hij kijk. dat wil. Nee. Speler van het jaar van Tottenham in 2015. Dat is ook in het Premier League Team of the Year. Ik vind Toby wel ook echt een Premier League verdediger. Ja. Twee Champions League finales verloren. Ja. Dat is nog wel gruwelijk. Aldoideel heeft 15 miljoen betaald van Tottenham. 15 miljoen voor 20 wedstrijden. Antwerp heeft 4 miljoen betaald aan Al voor Alderweireld. Dus, dus 11 elf... miljoen, gedeeld door 20. is dus ongeveer een miljoen. half miljoen. Een half miljoen per match ongeveer, ja. ja mm. Moeilijk hè, zo'n centrale verdediger om daar dan zo'n memorabelste rode duivelsmatch van te zeggen. Ik denk eigenlijk dat we, dat we Canada moeten zeggen, toch? Beetje rellen met Kevin De Bruyne, geweldige assist. <laughs> Ik vind dat we nog zo een paar jaar moeten doorgaan met hem als zo de defensieleider. Ik vind dat hij eigenlijk bij de rij mag met de, waar we de toekomst op gaan bouwen. Voilà, Toby Alderweireld. De sympathiekste voetbaljohnny van het land. Ja, het lijkt misschien niet zo, maar het is echt een ode. Hè? Ja. We willen niet ah, ah. Dat, je het ah, het is dat is gedaan. Dat is gedaan. Dat is het negatieve en het positieve. Ah. Ja, we praten ook heel in verleden gingen. tijd. Dacht dat positief, ja, lees nee. ik gewoon wat er op die Wikipedia-pagina staat. Mm -hmm. Dat doen we eigenlijk. En, en wie heeft die gemaakt? Ja, wij niet. Kun je kunt dat zelf veranderen? Hè? Ja. Daar waren we te lui voor. Oké, okay, even terug naar het WK. Ja, wacht, nummer 12, Tobi, wat vind je daarvan? Is dat effectief het grootste loser-nummer? <laughs> Want ik vind dat een heel rare opmerking. Dat was vroeger oh. niemand, Wau Nee, dat is de reservex-bak. <laughs> jullie die bedoelen alleen het voetbal dan, of? Ja, ja. Nee, dat is gewoon, uh, een ik was echt last minute. Echt last, last minute. En daar ja. zijn ook niet veel nummers meer vrij. Nee, uh, dat enige die er nog over was. En dan was het de enige die nog over was. Echt zo. Oh, Dit klopt. Maar uh, <laughs> Ik snap je het hek. niet. Het is Ik de laatste die is. <laughs> uh, na Marokko is er een groepsgesprek. Wat is er daar gezegd? Goh, dat is gewoon uh, alle hoofden dezelfde richting eigenlijk toe. En, uh, en, ja, dat, we, <laughs> dat we eigenlijk de buitenwereld hè, was een verhaal van. Um, ik denk in de Franse media dat er dan iets ruzie, maar dat was ook totaal niet het geval. Daar stond zelfs zo neus aan neus. En... Nee, maar echt uh, nog niet eens bijna. Dus, uh, dat, is, dat is gewoon niet maar waar. Maar dat is echt, echt, maar echt niet van, nee, nee, echt Ook niet een discussie, niel. dat misschien een keer niel. begrepen niel, ik ben, Gewoon niel. niet waar. Niel. En je verliest de match, dus ja, moet iedereen op korte tijd terug dezelfde focus hebben. En dan is zo'n gesprek wel goed. Uh, en dan vond ik, ja, spelen we gewoon een heel goede wedstrijd tegen Kroatië. Want mm -hmm. ik als team zijn. Tegen een hele goede tegenstander. Dat is dan ook wel gebleken. Ik had ook het gevoel. ze zijn terug. Voor de eerste keer dan. Eigenlijk. Ik vond dat echt. Ik, vond dat, ik, ik was er. Ik vond dat 0-0 die geen 0-0 was. Ik vond dat. was beleving. Dat was een goede wedstrijd. Beter dan de Kroaten. We waren beter dan de Kroaten. Mm. Toch? Ja, absoluut. Ja, het voor het mij goed. Zeker over heel de match. Maar jullie speelden daar wel. Je hebt daar net al gezegd. met vier van achter. Hazar ook op de bank. Zijn dat dan dingen die in dat groepsgesprek besproken worden? Of... Nee, nee. Nee, dat het... nee, nee ik vind ook. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind um, de coach beslist in alles en dat moet ook zo zijn. Ja, als wij inspraak beginnen te hebben. Het is wel zo als we tactisch trainen, kunnen, je doet dat vaak um, om dan een bepaald gevoel te hebben van hoe speelt de tegenstander zo. Uh, wanneer moeten we door, wanneer moeten we niet doordekken en, en, en waar voel ik me prettig bij, hier voel ik dat het niet goed gaat, dat kun je wel aangeven. Maar we ga niet zeggen van wij willen zo spelen en die mag niet spelen. Ja, dan is het einde zoek als je zo gaat beginnen natuurlijk. Okay. Uh, ik had na de match tegen Wals nooit gedacht dat die zo ver gingen komen. Dat had wel dat gevoel. Jawel, omdat dat een hele volwassen ploeg is die een enorm sterk middenveld heeft. Uh, maar als wij scoren. Ja, maar dan komen uh, we ook, ook heel ver. Uh, dus dan, dat gevoel hadden we wel, maar dat is heel makkelijk achteraf praten. Maar ook met de, hoe het ervoor was gegaan. Als je zo terug een samenhorigheidsgevoel hebt en je wint die match, ja, dan, dan verandert er heel veel. Maar dat is nu heel makkelijk om dat Het had te echt doen. kunnen zijn zoals in 1986. Dat waren we ook niet goed. Dan hebben ze de ploeg wat omgegooid. En dan. Ik, ik dacht dat echt een nieuw LA en nu hop. Ik dacht dat zelfs tot in de negentigste minuut. En dan kwam die kans van Lukaku met de borst nog. Dat ik dacht: van oké, okay, we gaan hier nog scoren en we gaan los naar de finale. Dat was mijn gevoel daar. Het was Jij dacht dat we wereldkampioen worden. Ja, ik was ervan overtuigd. Ik weet het. Ja. ja, stomme vraag misschien, maar hoe is de sfeer in de kleedkamers gezet? Is iedereen stil? Of. N ja nee is iedereen stil zijn er mensen ja, die ja, roepen al, zijn er uh, mensen die echt nee, boos nee, zijn nee, dus, ja nee, dat is gewoon stil Wij we wel. hebben dat niet meegemaakt je mag je vragen stellen hier je ja moet maar ik dacht he? al, hey, dat jij ooit iets van teamsport gedaan je hebt verloren of zo iets? nee ja en dat wat je een pintje drinken gelukkig zijn of ja in mijn teamsporten was dat wel ja. wij verloren altijd dus. <laughs> <laughs> ah, dus jij begon dat normaal te vinden ja eigenlijk wel ja nee dat was ja gewoon rustig en ik denk dat toen de coach ook heeft gezegd van Iedereen bedankt eigenlijk voor de voorbije jaren. En, uh, dus Dat is dan ja, kan niet een emotioneel moment, maar eigenlijk achteraf toch wel, denk je. Maar moeten jullie Lukaku dan meer troosten dan de anderen? Of ook oh, niet? Sorry, wens ik voel je echt kijken. Maar laat ook iedereen in zijn ruimte, hè? Je? En iedereen verwerkt op zijn eigen manier. En, uh, en, dus dat is ja. Oké. Okay. Is er dan zo een en al rapper? Also... Is dat dan al drie man die gaat douchen en al weg is en komen ze de kleedkamer ja. binnengedruppeld? Of is dat Iedereen van? heeft zijn eigen tempo wel ja. Sommigen hebben dat wel langer nodig, sommigen gaan eerder douchen, dat is hun manier dan. Van... Ja. Maar iedereen leeft een beetje denk ik in zijn eigen, in zijn eigen wereld dan. Hoe waren de kleedkamers eigenlijk? Waren die extreem chic? In? Ja, die waren goed, groot genoeg ja. Zeker uh, tegenwoordig die teams, uh, je hebt zoveel spelers, zoveel staf. Als je nog in die oude kleedkamers komt, is het gewoon gebrek aan ruimte. Dat hoeft allemaal niet de chicste ding te zijn, gewoon ruimte, dat is altijd aangenaam. Was er een... Een jacuzzi of zo, nee, nee, nee. dat was enkel op die een boot van u. <laughs> dat was een enige jacuzzi dat er was. Hij ja, moet wel allemaal van die nagelnieuwe stadion, dan zouden we denken dat die kleedkamer ook extreem. Nee, maar dat is, ja, dat is eigenlijk dat allemaal we... niet nodig. persoonlijk vind ik ook niet nodig. Gewoon genoeg ruimte om je om te kleden. Dat is, dat is alleen... Hoe verschilde het WK ten van de andere WK's voor jullie dan als speler? Ja, maar bij ons is, dat altijd vrij wat zelfde. Dat is: aankomen naar je hotel op het veld, trainen, hotel. Stadion, hotel. Dus, en nu was het eigenlijk aangenaam dat het reizen niet zo ver was. Dus eigenlijk persoonlijk vond ik het veel aangenamer. Maar dus anders als je dan om tien uur speelt, dan zijn om één uur, half twee op een vliegtuig. Dan moesten we van Sint-Petersburg naar waar we verbleven. En ja, dat, dat, dat hakt er wel in aan de tijd. En deze was eigenlijk ideaal. Een uurtje met de auto. Het ding is, soms hadden je niet de indruk dat je op twee k bent. Ja? Omdat je altijd je normale structuur, het ja? opstaan, om buiten te treinen, ja? eten. Ja. En, en Als je de wedstrijden kunt meepikken, dan snap je dat je op 2K ja. zit. Ja, snap ik. Maar in je alledaagse dingen zeg je daar niet mee bezig. Ja. Voel je die airco op het veld? Nee, ja, dat voelt eigenlijk gewoon als in Europa. Dus niet van ah, dat is hier erko, dat is hier koud. Het is eigenlijk gewoon alsof je in Europa zou voetballen. Ja. Bij België-Kroatië heb ik echt koud gehad. Ik had een jas Zot meegenomen eigenlijk? om een grief erin te stoppen en ik heb die moeten aandoen. Het was, waar, daar, ja, daar, was het, daar zat ik heel laag. Er was het echt ijskoud beneden. na een tijd, zo tegen de 70 e minuut, zitten er wat bekken te rillen. Ja, ik vond dat eigenlijk wel straf. Eh, op het veld zag ik mannen zelfs in Qatar met lange mouwen spelen. Niet bij de Belgen, maar bij andere landen. Ronaldo speelt met lange mouwen. Uh, dan denk ik maar alleen. Ja, want ja, zelfs met Herko was het nog altijd 25 ja. graden toch? Ja, want dat, de dat vond ik eigenlijk niet normaal. Dat je in die temperaturen met lange mouwen speelt. Je het, allez, hoe meer dat je zweet, hoe meer vochtverlies, hoe rapper dat je, dat je door je krachtige energie weg uh, blessures ziet kunnen komen. Dus dan zou je toch als medische staf of begeleiding moeten zeggen, boys, ja, ik zou dat toch niet doen, of, en toch zie je heel veel mannen. Dus ik dacht ook dat het ergens koud zou geweest zijn, maar blijkbaar ja, dan toch niet. Dat is perfect. Ja. En voelt in zo, het het is weer een domme vraag, was misschien, maar voelt je in zo'n groot stadion dat dat niet helemaal vol zit? Voelt je dat als je op het veld zit? Nee, nee. nee. Het is dus geen zat, domme vraag, alleen maar dom antwoorden. Het zat meestal wel redelijk vol, alleen ja. het waren geen, geen diehard voetbalsupporters. Maar als je dat maar was... dat je misschien alleen maar op tv, dan zie je dat boven wel echt vaak niet vol zat. Ah, ja. Maar beneden waarschijnlijk. De drie matchen die ik heb gezien, er zat meestal wel vol, maar het waren zo mensen die totaal niet geïnteresseerd waren in voetbal. Dus die roepen ook niet of die zingen ook niet. Of... Ik denk bij Bel kroatië 100 Belgen en 200 Kroaten of zoiets. Daar kwam het lawaai vandaan. Ja, voor het WK speelde ik ook al in Qatar. Hoe is die voetbalbeleving daar in zo'n seizoen? Ja, niet. Nee. Verwaarloosbaar? Ja, veel fans zijn er niet. Nee. Maar, maar die, de eigenaren van de club zijn enorm gepassioneerd. Enorm. En, uh, en ook heel veel druk. Als je één keer verliest, komt, die, komt de eigenaar ja. komt dan op het veld voor de training en dan is de, het. Dan haak ik die erin. Ja, 100%. Dus het is niet van het maakt het allemaal niet uit. Nee, dus is eigenlijk heel veel druk, maar er komen uh, heel weinig mensen komen kijken. Had je ja. eigenlijk vooraf, hè, want je hebt een jaar in Qatar gewoond, verwacht dat er zoveel commotie zou zijn rond dat WK? Nee, nee. Langs de andere kant, ik heb al een andere interview al, al verteld. Ja, ik ben daar eigenlijk gegaan omdat ik <tus> gewoon um, ja, tijd voor mijn gezin wou. Hè? En, uh, en ik heb één tijd voor mijn gezien. Ja, want in Engeland, om lang vooral kort te maken, alleen maar op hotel, Europees hè, en ik was gewoon niet meer thuis, totaal niet meer. Twee kinderen en zo verder. Uh, dan heb je ook natuurlijk ook financieel, daar ga ik ook niet over liegen, dat is deel 2. Um, um, maar toen, ja, wist ik niet dat, ja, ik heb ook dat, hoe ik Qatar heb beleefd, maar ik ben enorm bevoorrecht, ja, is niet hetzelfde wat ze de rest allemaal weergeven. Dat betekent niet dat de rest fout is. Alleen, ja. Ik ben bevoorrecht en ik kom in andere situaties terecht. Mij willen ze daar heel graag hebben. En ik werd volledig gezwangeerd, nee, ja. zal ik zeggen. En de rest, ja, komt er mij een andere... Dus ik kan daar geen, geen realistisch beeld aan geven. Dus ik kon ook ja, niet zeggen dat het alleen maar roze geur en maanschijn is. Maar voor mij was dat fantastisch. Hè? Internationale school voor mijn kinderen. Mijn vrouw was er heel gelukkig. Die kon ook haarzelf zijn daar. Dus dat is allemaal wel, wel top. Maar heb je hebt een hele andere verhaal. Ja, dat ik... Eh... Ja, niet bij Ben. Ja, ja, ja. Dus dat is moeilijk om daar. Uh, maar daar vind ik ook hypocriet. Hè? Dat het op zoveel plekken gebeurt. Nu wordt ik ook in Frankrijk voor de Olympische Spelen eigenlijk een beetje dezelfde verhalen. Ja, ja, ja. Dus, ja. Heb jij zo'n aanbieding ooit gekregen van zo'n land vandaar? Uh, van Dubai of Qatar, dat uh, denk ik niet. Ik heb ooit een aanbieding gekregen van, Jap van Japanse ploeg. Waar um, Sefer Vergoos de trainer was. Ik heb ooit een aanbieding gehad van, um, van um, ploeg in Moskou. Voor veel geld. Maar niet gedaan. Spijt van? Nee. Niet. <laughs> Je vertelt het zo van wel. Nee, ik moest al de eens nadenken. Dat dus nee, dus waren de twee... Ik heb ooit eens gebabbeld met DC Washington. Daar cool. was zag ik nog wel zitten. Oh ja, huh? Omdat ik uh, kende wat mensen uh, die daar gewoond hadden. We hadden uiteindelijk toch maar voor Lier gekozen, een andere grootstad. Dat was nog nadien, ja. Ja, Dat is eigenlijk straf, ja. <laughs> dat was daar ook niet slecht, zeg. Hij is onze contracten ondertekend. <laughs> <mee aanschiet. laughs> nee, nee, dat we dat Lier zijn getekend hebben. Uh, goed. Uh, Martinez stopt na Kroatië. Van, vanaf wanneer wisten jullie dat? Oh, niet veel daarvoor, nee. De dag zelf? Mm, nee, ik denk... Een of twee dagen ervoor, ja. halve links, tijdens een meeting, ja. zei hij iets en dan konden we het eruit afleiden, maar dat is niet Als, 100%. Ey, sommigen zeiden dus dat ze dat niet wisten. Daar hebben ze toch niet op gelet tijdens de bespreking. Ah, maar nee, 12 dagen heeft hij, op persoonlijke... moment, hij heeft wel ervoor en toen heeft ja. Zij hij heeft iets hem... van de laatste keer samen? Of... Nee, nee, nee. nee Ik nee. Nee. Nee, 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 nee. Ah. Nee, kan er niet echt van worden, maar het was, heel, het was Was dat nu een soort van. Dus mij, ja, je ja. denkt ook niet van deze onze laatste match. Dus je denkt. Nee. alles, Kroatië winnen en, en we gaan gewoon ik door. Het niet verwacht. Ik had het niet verwacht. Dat hij ging stoppen. Jij vindt het echt spijtig nee, Dus Dus zal we... het niet door. Weet en, niet. <laughs> dat niet in de bespreking. Wie dan? Nee nee nee. <laughs> <laughs> maar iedereen die met hem gewerkt heeft, is wel super positief. Maar ik denk dat we, super lieve man. Uh, we hebben er hiervoor hier uh, voor met, met gehad. Uh, maar het is wel zo wat, wat, wat hij voor het Belgisch voetbal en dat is moeilijk te zien, uh, begrijp ik ook voor iedereen. Maar die heeft alles waanzinnig veranderd en niet enkel uh, de eerste ploeg, maar eigenlijk alles. En ja, het is heel moeilijk. Ik denk, uh, weet je wat ik beter kan zeggen? Uh, dat ja, echt heel dankbaar mogen zijn wat hij voor de laatste vijf, zes jaar van Berksport ah, heeft gedaan. Ze denken dat dat ik niet. Meestal zeggen ja, maar jij werkt bij de Bond en jij, je durft niet kritisch zijn. Jawel, ik ben wel kritisch. In coachmeetings vraag ik ook dingen die misschien. Maar dat blijft binnen huis, dat blijft binnen de kamers en. De manier waarop dat wij in die jaren de structuren. Oh nee, hij heeft dat neergezet, ik niet natuurlijk. Maar hoe dat wij een kader gecreëerd hebben, hoe dat wij werken, ja, dat is heel professioneel. Mijn gasten van 18, 19, 20 jaar. Um, maar is ik denk, dat fantastisch. Daar krijg je ook de credits voor nu, hè? Van, voor het werk dat hij heeft gedaan als ja. directeur. Maar ook ja, als mens. In de buitenwereld was Frans lastig een als... bondscoach door dat, door dat voortdurend positief. Uh, nee, maar, 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 wacht, en... wacht maar, 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 dat, 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 dat is iets wat ik, mijn, brein, mijn beperkt brein, kan dan niet snappen. <laughs> Rustig ja. was. Waarom in het, in het topsportmilieu zouden negatief moeten zijn? Leg me dan een keer. Nee, maar, op. maar niet negatief, maar wel als je tegen Andorra speelt. Tobi uh, heeft er toch ook dingen benoemd gewoon, We die ook, positief van, zijn daarom, maar gewoon toch zeggen dat was het. Nee, ik, weet nu bijvoorbeeld, ik wist nu bijvoorbeeld dat die mannen weten dat Canada en Marokko niet gemakkelijk gingen zijn. Ik wist dat op voorhand. Ja, ja. Ja, ja maar nee, de Buiten. Oh, Canada. Ja, Canada. Nee, ja. dat is niet waar. Maar wij wisten hoe dat die gingen pressing spelen. Ja, ja. Ik bedoel, maar... dat, dat was misschien meer dan dat je verwacht had. Maar we wisten wel dat hij ging was. Ja, maar we hebben het niet over de WK. Hè, dat, dat, natuurlijk zijn de t onder op een WK supergoed. Alleen, het gaat over. Ja, ja, ja. Maar Het gaat ook over, positief, op... gaat over de, de vorige dingen, toch? Ja, maar ja, wat, wat vind jij dan zo erover? Ik vond, ik, ik vond het soms een, een lastige communicator. Ik vond het toptijden al. Omdat jij niet wilt, zoals jij, het, omdat hij niet doet, zoals jij het wilt. Maar ja. wij, jij, jij ja, hem soms. Sprak hem soms in die meetings zijn. en zo. Wij zagen ja. alleen maar wat hij zei in die interviews. Ja. En daarin ja, ja, maakt het toch positiever om er een beetje van af te zijn of zich niet te moeten maar, verantwoorden. Het wacht ook op maar... wacht ook een eerste mag... trainer, hè, Sam, die in de Champions League komt met een persconferentie die zegt die andere ploeg zijn een bende prutsers, we gaan morgen winnen. Oké. Okay. Ja. Uh, ik heb geen akkoord compliment om deel 2 mee af te sluiten, <laughs> maar we zijn er wel zo terug. Er <laughs> was gisteren een afscheidsfeestje van, op de bond voor Martinez en er was één ster aanwezig. <laughs> Het was heel gisteren. Ja, De bondscoach zelf natuurlijk. Hè. Roberto Martinez in kostuum uh, aan het dansen. Ook wel opvallend, de enige mens in kostuum. Ook wel allez, soepele heupen. Soepele maar heupen. hier is de ster. Oh, wat een hier soepele is heupen. Die. De enige echte ster. Dancing Wes. Dat zijn nieuwe beelden. Dat zijn nieuwe beelden. Is daarom je hey. beetje last van Joruba? Dat is, <laughs> is donderweg hey, natuurlijk. Maar is dat versneld? Huh? Dat is nee, niet nee, versneld. Nee, nee, nee. Je, allemaal, ja, hè, je kunt wel dansen dan? ja. ja, ja. Maar dat is 90's, hè? Dat is, dat is 90's, hè? Dat was uw tijd. Maar ja, je, je kunt zo hakken. Dat is een beetje. Je gaat zo dit. Je gaat uh, jumpen. Je, je moet meegaan met hun tijd. Hè. Sam, jij kunt ook hakken of gabberen. Dat kan nee. allemaal niet. Met die benen van jou, joh. met die twee benen. Ik, ik sta altijd tegen de muur, eigenlijk. <laughs> ja, ik, ik ben daarmee ja. kijk, ik, ik ben, Dat is eigenlijk heel simpel. Hè. Ik ben daarmee begonnen omdat als je vrienden hebt. En je zit op een feestje en je zit daar met allemaal mensen samen. beginnen ze te zagen over voetbal. En wat ah, doet deze ja, ja, ja. dan? Dan zeg ik bedankt tot sinds ik ga dansen. Ja. En dan dans ik met hun vrouw. maar Eigenlijk, <lacht> <lacht> maar je eigenlijk... Een eigenlijk was dat maar één keer dat ik op de dansvloer gestaan heb. Nee, Omdat Martien... Martin kende Martien. werkt al heel lang bij de... Hij gevraagd: van, een keer. keer je kunt goed dansen. En zo in Brussel. Ik zeg, ja, Martin oké, okay, dat zal het doen. Okay. Mooi. Ik vind het wel een heel goede reden om te gaan dansen. Omdat de mensen anders tegen hem komen zagen over de voetbal. Ik snap dat heel goed. Zeker, dat huh? is de beste, beste manier om. Uh, het kan wel, luchten luchten luchten. Luchten. kan wel zijn dat Sam daardoor binnenkort op feestjes ook niet meer tegen de muur kan gaan staan. Nee. Mensen oh, gaan komen zien. Ik, ik zebren... kijk toch gewoon naar boven. <laughs> <laughs> nu, mensen die binnenkort mee op een feestje gaan staan en jij zegt dat ik kan dansen, dan weten die wel. Ah, Juke was ontzagen. <laughs> <laughs> Toby, waar bewaart jij je bronzen medaille? Um... Gewoon eigenlijk nog in een dos. Maar uh, ik ben aan het bouwen en uh, dan ga wel een speciale plek krijgen. Ja. Ik heb die hier. Echt waar? Ziek hè? Oh, nee jongen. Oh. Dat kan dat toch niet. Achter oude rug hebben ze die medaille komen halen of. Wat? Ik weet het niet. Ja. Jij wist dat niet. Jij ja. wist dat. Niet? Ja. Is het is echt maak zin. Nee. Het is wel een echt. Ja, ik, ik vind dat speciaal, zo'n medaille zijn beekjes. Jij ook? Alla, joh. Ik denk wel. Ik, ik, ik heb. Um, dat we wel bijhouden. En hoe houden we dat Hoe denk je dat, dat na je carrière wel, wel nog meer waarde krijgt? Denk ik. Ja. Het is vooral duidelijk dat die van Brecht hey, die in de staf zat. Dank je dat ik die mocht vasthouden. Hè. Het is nee, niet waar. Van... Nee, maar... nee, maar gewoon, ik ze moest Vachman. <laughs> ja. Echt jij daar belang aan? Bekers en medailles? Nou, door vandaag de zolder op te ruimen en daarom dat ik zoveel last heb op mijn, mijn rug, heb ik dingen teruggevonden. Ook medailles van het kampioenschap. Dat is echt belachelijk. Hè. In, in een doos. Ja. Truikens in een doos, medailles, bekers in een doos. Ja, wij steken ze niet in de doos. Hè? Nee, ik weet het, <laughs> maar ja ik, ik, ja, ik weet ook niet of ja, dat komt. Maar je hebt nog wel veel retro-shirts van vroeger. Maar ik heb er heel veel weggegeven, ik interesseert me niet. Maar wel, dat horen we van heel veel ex-voetballers. Ja, Vind maar... je dat wel belangrijk, Tobi? Die shirts die je hebt verzameld uh, door in de jaren? Ik heb er, ik heb er wel de meeste bijgehouden. gehouden, ja. En ik, ben wel, ik heb ook een collectie, een kleine collectie, ik ben niet echt Zonder Ruilder. Uh, wel een kleine collectie. Um, Speels waar ik tegen heb gespeeld. Uh, heb sommige... je bijvoorbeeld een Messi? Ja, een Messi. Ja. Dat is wel vet. Ja. Uh, nee, ik heb een Sergio Ramos heb cool. ik. En ook natuurlijk vind ik het leuk om Hazard, Lukaku... Uh, van ja, wat ik mee heb gespeeld, Het Staat een naam daarop, ja. Ja? Ja, ja. ja. Dat is bij ons nog niet. Hè. Dus ah, ik heb, ja. ik weet niet hoeveel truikens teruggevonden. Ook van mezelf, van Nationaal Ploeg. Wat er niks op staat in de nummer. Ook van andere truikens. Ik kwam er één tegen van Brazilië nog. Van 2 WK. Van Kroatië. Ja, er staat niks op. Dus je moet eigenlijk al op internet gaan zoeken wie dat. Wie dat bij hun is dat wel top. Moest, moest je Messi moest dat zowat voorbereiden? Moesten ze wel in het begin van de wedstrijd eens gaan vragen? Ik heb al gehoord dat er voetballers soms ruzie maken die tegen Messi mm. spelen over wie dat hem krijgt. Nee, nee, dat is eigenlijk het einde nee, van Ik kende de visio de, 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 de van, uh, van Barcelona. Die was ook bij Tottenham daarvoor, een paar jaar daarvoor. En zo is dat gegaan. Want ah. ik, zeg, ik vind dat enorm vervelend om te doen. Ja, dat snap ik. Bakker ja. ja. dus Weghorst heeft dat nog gevraagd. Ah, wel, ja. Na de match, na die Ambras met Messi, is hij nog dat shirt gaan vragen. Dat vind ik wel ballen hebben. En waar was het dat ze in de rust al gewisseld hadden? Uh, Casemiro, Casemiro en Modric. En Modric. Ja, die hadden tijdens de rust al gewisseld. Dat is wel raar. Uh, wie gaat er zondag wereldkampioen worden? Ik zal beginnen. Frankrijk. <laughs> Dan zeg ik gewoon tegen de te doen naar Argentinië. <laughs> okay. Ik denk Frankrijk, maar ik hoop Argentinië. Maar jij Argentine. wilt gewoon Messi niet in Ronaldo man zegt dat toch gewoon? Ja, maar zo'n harde Ronaldo-man ben ik niet. Nee. Wesley, ik moet Sam voor een keer verdedigen. Ik doe het niet graag, maar het is wel zo. Het is een echte Frankrijk. Fan. Dat is echt waar. Van het begin van het toernooi, echt. Ja, dat is niet verdedigen. Als duivels op één en dan is het altijd Frankrijk. Ja, en dat is ja. al van vroeger, dus... Of, of... Ja, ik ging daar altijd op vakantie. Maar ja. Altijd als het BK's waren. Hij nee, ja. zijn wel echt heel goed. Heel goed. Dus, uh, ze hebben dat goed uitgedokterd om, in, uh, om te verdedigen in 4-4-2. Om een Mbappé een beetje... Te laten op de linkerkant. En, uh, echt, ze hebben dat heel goed gezien. Uh, Rabio uitgevallen, laatste match. Maar toch met, met Fofana hetzelfde gedaan. Het zat goed in elkaar en het heeft, het heeft tot hiertoe geloond. En ze hebben natuurlijk wel iemand die. Oeh, dat is echt belachelijk. Hoe goed dat die in Heb jij Frankrijk maar ook goed gezien? De match. Nee. Op wie nee. is het moeilijkste om te verdedigen? Want je hebt al tegen allebei gespeeld. Messi of Mbappé? ja maar als wat ik nu zeg dat gaat dat gaat dat gaat dan nee, nee. <laughs> hey wetten dat weet zeg zeg gewoon wie hmm. ze alle twee waarom doen we dat nee we... maar dat, dat komt wel druk op nee. <laughs> <laughs> maar waarom doen we dat niet zeggen dat is toch ja nee, nee, maar de andere is er is, is, nee maar ik heb wel ik heb al ik heb al denk ik hier of misschien iets anders gezegd van uh, uh, messi was wel dat was een welkomstjede denk ik Nee, ja sorry nee nee. Was, nee nee dat was dat was toen op embley het was echt buitenoudst. Uh, maar kun je die is. überhaupt individueel aanpakken? Of moet je niet sowieso een plan hebben? die avond? Niet voor Mbappé worden we te traag, natuurlijk, dat weten we allemaal. <lacht> <lacht> van al hoop, een... nou, ik dacht te zeggen, dat je al ooit een slaag gekregen hebt. <laughs> <laughs> we gaan straks buiten sprintjes trekken. Hè? <lacht> <Ja>. <lacht> Karel tegen Toby. Ik heb al drie keer gezegd dat ik het niet waar Toby <laughs> <laughs> Er wordt gezegd dat Daily Blind naar Antwerpen komt. Je gestuurd of gebeld? Nee, nee, want ik vind dat heel vervelend voor hem. Maar ik weet, ook niet, ik weet er echt letterlijk 0,0 van, helemaal niks. Okay. Maar wel, ik vind hem een hele goede voetballer. En ook, ja. uh, ik heb er vroeg mee op school mee gezeten, in de klas mee gezeten in Amsterdam. Dus ik zou het wel leuk vinden, maar een uh, op daar. Maar voor de rest. Uh, dus het is toch altijd een goed goeie, hele goede vriend van Jan. Hè? Nee? Ja, ook ja. Wes, weet je van de actie van Pedro om je bondscoach te maken? Die is zot. <laughs> Maar waarom niet? Ja, ja waarom niet? Ja, ah, your <laughs> je kunt er iets aan doen. Goed, merci hier om te komen? We moeten afronden, wordt mij gezegd. Dus dat moeten we doen. En zoals ik gisteren al zeg, MidMed mondiaal is magisch. Dus hier is Evert. Uh, welkom, Sidekick. Wat vind je van mijn zolder? Prachtig. Met welk WK heb jij het meeste? 94. Okay. sowieso omdat dat de eerste is die ik bewust heb meegemaakt. 1998 heb ik ook bepaalde affiniteit mee. En 2018 gewoon door de beleving van de Rode Duivels. Ik heb iets bij van een WK in 1980. Een EK 1980? Dan. Een WK. Uruguay 1980. Maar geen WK voetbal. We gaan het ontdekken. Ik ga je iets geven. Jij mag het ontdekken. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat is het? Het zijn vlaggetjes. Dus. Ik heb geen idee wat het is. In 1980 bestond het wereldkampioenschap exact 50 jaar. Mm -hmm. En dan hebben ze een mini-WK georganiseerd in Uruguay, hè, ook het land waar in 1930 het eerste WK georganiseerd werd. Dus dat is eigenlijk een vergeten WK, een klein mini-WK in 1980, met alle ex-winnaars tot dan. In... Alle ex-winnaars, staat toch één niet-winnaar op? Ja, correct. Goed. Ik zie de Nederlandse vlag dus ja. nooit wereldkampioen geworden. En wie, wie ontbreekt er dan? Ah, de Britten. De Engelsen. Het, dit Mundialito, het kleine WK, werd georganiseerd van 30 december tot 12 januari. En de Britten hebben lang gezegd, ja, we komen wel. Maar vlak voor het toernooi zeiden ze, ja, we hebben toch liever kerstvoetbal in de Premier League. Okay. En dan hebben ze de beste verliezer uitgenodigd. En dat was dan Nederland. Omdat die net twee WK-finales hadden verloren, mochten zij alsnog van Nederland naar Uruguay vliegen. En heeft Nederland meegedaan. En topspelers, Ari Haan en zo, die zijn niet meegegaan. Dus Nederland was daar eigenlijk met een... Een zwakkere selectie. Okay. Ze zijn niet met hun toppers gegaan. Maar wie er wel was voor Argentinië? Maradona. Maradona, die was er wel aanwezig. Wie heeft dat gewonnen? Ik denk dat Uruguay het gewonnen heeft. Dit is al het beste weetje dat ik in al uw nostalgie-corners ja? heb, heb gezien. Nog nooit van gehoord van, uh, van dit toernooi. Maar in 2030 ja. is het 100 jaar geleden. Anderdaad. Dus dan hebben we een soort Super WK. Oei, en ja. als we horen. Nu, wat waren de geruchten? Nu zou het naar Saudi-Arabië gaan. Mij lijkt het logisch om het aan Uruguay te gunnen. Ja. En ik, denk, ik vind ook dat iedereen dan terug met de boot naar Uruguay moet gaan. Gewoon die nostalgische gevoelens. We zitten hier ook in de nostalgiecorner. Gewoon allemaal met de boot terug naar Uruguay. Iedereen gelijk voor de wet. En allemaal retro shirts. Bedankt Dennis om hier te zijn vandaag. Bedankt. En uh, ik zou zeggen aan de kijkers en luisteraars: tot morgen.